Wesley, als dan zaterdag sneek uit, maar eerst even terug naar afgelopen zaterdag. Je strafschop zat er lekker in. Ja, een beetje risico nemen en dan vliegt hij er goed in, denk ik. Ja, 0-0 tegen Achillesveen. Misschien geen bijster goed resultaat. Je gaat in ieder geval door, dat is het belangrijkste. Ik moet zeggen dat Achillesveen wel een goed team heeft. Ze speelden sowieso de eerste helft een stuk beter als ons, moeten we eerlijk in zijn. De tweede helft hebben we een beetje proberen te draaien, maar uiteindelijk winnen naar penalty is het belangrijkste. Op naar de volgende ronde. Ja, de volgende ronde wacht UNA zondag topklasse, maar dat is van nader orde. Ja, zaterdag sneek, de thuiswedstrijd was de eerste helft niet goed. Nee, ja, klopt. Matig. 1-0 achterkomen ook. Dan na rust pakken we het goed op en dan win je uiteindelijk met 4-1. Dus we weten wat ze kunnen. Maar ja, goed, wij kunnen ook goed voetballen, dus zullen we tegenaan moeten zaterdag. Ja, sneek vecht tegen degradatie. En jullie doen sinds 2 weken opeens weer mee om het kampioenschap. Ja, zo snel kan het veranderen. 2 weken geleden ben je een soort van afgeschreven. En 2 weken later doe je weer mee om het kampioenschap. Zo dicht ligt het allemaal bij elkaar. Dus wij moeten gewoon zorgen dat we elke wedstrijd winnen. En dan zijn we afhankelijk van Katwijk. Dus weten wat we doen, wat we moeten doen zaterdag. Vorig jaar een lastige uitwedstrijd in Sneek en toen besliste Nasser El Kayati de wedstrijd. Ja, klopt. Het was de laatste wedstrijd van Nasser, geloof ik. Die wedstrijd viel ik zelf ook nog in en Arif scoorde volgens mij nog, denk ik. En goed, lastige wedstrijd, maar ja, je wint hem uiteindelijk wel. En ik denk dat we daar zaterdag weer toe in staat zijn. Ja, wat verwacht je voor wedstrijd? Ja, het zal pittig worden. Hun klappen erop voor de laatste kans natuurlijk. Tenminste, een van hun laatste kansen moet ook de punten pakken. Maar ja, wij moeten ook punten pakken. We willen meedoen om het kampioenschap. Dus het zal gewoon een zware wedstrijd worden. Maar ik heb wel vertrouwen in.